Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD Warmore. En vandaag ga ik op pad met Wim, met mijn collega voor mij. En Wim heeft vandaag eens het heup, de heupholster, weet ik veel. In ieder geval, het is niet zo, ik zeg het zo van vandaag eens, maar dit heup, ja what the fuck is het eigenlijk? Sorry dat ik het zo, dat ik scheld, maar is het nou het heupholster, de heupholster, dit heupholster, die heupholster, in ieder geval dat ding, hoop ik dat dat wel goed is, krijg je alleen als je eigenlijk... Oh, wacht, ik moet wel even teamzoeken zo meteen, anders blijven jullie dat horen. Die krijg je eigenlijk alleen als iemand last heeft van zijn heup, echt. Dus, nee, sorry, ik zeg het ook echt gewoon 500 keer verkeerd. Beenholster is het. Sorry, het is een beenholster. De heup... Wauw, ik weet het echt oprecht niet. In ieder geval, hij heeft hem op zijn heup. Logisch, ik heb hem op mijn been. Het is niet zo dat je mag kiezen van... Zal ik hem op mijn been vandaag pakken of op mijn heup? Alleen als je last hebt van je heup, dan mag je het beenholster gebruiken. In ieder geval... Die hebben wij nu. Ik vind het eigenlijk wel sick uitzien. Dus ik ben aan het denken om het gewoon standaard te pakken. Voordeel is... of ja, er is geen voordeel. Ja, tot het verder uitziet. Nadeel is dat je niet echt letterlijk je wapen meer uit je holster pakt. Het blijft echt... je blijft hem bij je heup pakken. Maar in ieder geval. We krijgen een melding. Van iemand die wordt gezocht. Daar gaan we meteen in. Zulu. Vliegt mij. Daar staat onze toeran. Ik heb net al voertuigcontrole gedaan. Buiten beeld. Fix het toch. En anders... Dus de Zulu vliegt mij. Hij vliegt daar achter al helemaal. Ik weet helemaal niet wat voor een voertuig het is, joh. Ik heb weer helemaal verpest. Ik zie de Zulu nu, die vliegt daar. Ik voel me uit dat hij over die andere brug heen gaat. Is gegaan. Dat denk ik echt. Andere brug gegaan. Die parallelbrug rechts van mij dus. Ik ben eigenlijk meer aan het zoeken naar die Zulu dan naar de auto. Omdat ik ten eerste, wat ik al drie keer heb gezegd, ik weet niet hoe die auto uitziet. En ten tweede... Zo, heb ik geluk... oh, daar vliegt de Zulu. Dat hij mij dus hier ergens komt. Zet die motorrijders aan. Dat zou wel eens kunnen, hè? Ja, dat is hem denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker. Of gewoon een asociale motorrijder. Ja, dat is hem. Stopteken gegeven, gaat er direct vandoor. Motor is snel. En kan makkelijk door het verkeer manoeuvreren. Ja, dat kan ik niet zo makkelijk als een motor, maar het gaat nog goed. Even afkloppen. Dat ook goed blijft gaan. Hop. Hop. Hij gaat hem op een moment gewoon crashen. Dat hij ergens opknalt of zo. Ja, nu gaat hij ons kwijtraken. Of gaan wij hem kwijtraken? Het is maar hoe je het... Oh, het gaat... Nee.
Misschien ook niet. Het ging nog opvallend, verrassend goed. Manoeuvreren tussen de stoep en de auto's. Ja, maar als we nou gewoon lekker links blijven rijden als ik jullie rechts wil inhalen, dan zijn we niemand ten last. We gaan er snel op. Ja, nu kan ik gas gaan geven. Ik ook, maar moet toch ook opletten op het verkeer natuurlijk. Hij ook, maar hij doet dat minder. Ah, die Zulu vliegt er wel naar boven. Ja, oh my god, waarom? Oprecht, waarom? Ik hou er niet zo van om op de snelweg te rijden. Ik wil gewoon door blijven rijden. Maar hier gaat het weer, kijk, hier moet ik weer manoeuvres uithalen waarvan ik denk van ja, waarom? Oh wacht even, hij rijdt niet meer op de snelweg. Kan ik hopelijk een beetje in de buurt komen. Wat gaat hij doen? Hij staat stil. Nou, hij rijdt weer. Het is hier druk. Het is nu wat rustiger. We kunnen een collega erbij vragen. Dat is een B-klasse met een Audi sirene, dat zeggen jullie dan alvast. Maar dat horen jullie nu ook al. Andere motorrijder die gaan rijden. Kom op, rijd. Oh, ik word dus ook gestoord van die B-klasses. Of ja, niet van die B-klasse, van de collega's eigenlijk. Oké, nu is het een beetje klaar. Nu gaan we er gewoon voor zorgen dat jij stil gaat staan. Oh shit. Pak hem, collega. Omhoog die handen, op je knieën zetten. Ja, come on. Zag je die collega gek? Als ik gewoon wat blijven zitten, mijn voertuig was hij gewoon uitgestapt. Hij had alles gedaan. Wat een basis die collega ook. Oh, en hij crasht. En nu zie je een teamspeak. Ja, dan moet ik maar even blurren. Verdachte overgedragen. Aan de cellen, in het cellencomplex. Ja, je snapt me. En weer terug de stad in. En daar zijn we nu. Mijn collega gaat de kentekens checken. Van voertuigen voor ons. En achter ons. En overal. Komt er iets bijzonders uit. Dan geven we die even een stopteken. En dat is in dit geval al het geval. Want bij het voertuig voor ons, daar is de bestuurder van, als het, of de eigenaar, heeft een ingevorderd rijbewijs. Die zou niet verder mogen rijden, of die zou niet mogen rijden als die ook daadwerkelijk in het voertuig zit. Dat zegt natuurlijk, het is natuurlijk niet
zo tot... Ik ben echt lekker aan het praten vandaag. In ieder geval, dit is natuurlijk niet zeker dat hij ook daadwerkelijk de bestuurder is. Dus dat gaan we even controleren. Zitten er meerdere mensen voor terug? Nee. Goedendag. Hallo. We gaan een rijbewijs van u zien. Dankjewel, dit was wel de eigenaar van het voertuig, meende ik. Nou, Sam. Sam, rijbewijs is ingevorderd. Dat betekent dat je niet mag rijden. Dat weet je als het goed is ook, dat is jou medegedeeld. Dan krijg je dus wel een bekeuring voor. En dat is een flinke in Amerika blijven. Als ik die uitschrijf, laat ik jou inmiddels uitstappen. Want je mag niet verder rijden. Dus je moet in ieder geval even vervoer zelf regelen. Iemand die het voertuig komt ophalen. Dat maakt allemaal verder niet uit hoe je het doet als je zelf maar niet verder rijdt. Wat ik ga doen. Jou ondanks alles toch nog een fijne dag wensen. Ja. Ik ga je auto even daar neerzetten. Ja collega, wacht. Ik rij wel even gewoon snel. Is een oprit? Ja, maar kan hij hier staan? Ja. Nou, hier staat in ieder geval mevrouwke, als je dan iemand hebt gevonden die je auto ophaalt ofzo, dan kun je hem daar dus ophalen. De sleutels gooi ik nu naar daartoe. En wij gaan door. Er is een ANPR hit gekomen bij, op een voertuig. Namelijk iemand die een ander heeft aangereden. Kan een X-auto ongeval zijn, kan ook een aanrijding zijn met een voetganger. Heeft links hier nog groen of wij? Nee, links. In ieder geval, we gaan er niet meteen vanuit dat de vuurwapen gevaarlijk is en zo. Dus we gaan ook niet helemaal BTGV uitvoeren. Maar we gaan wel even een stoptekentje geven. Op de Volvo. Ja. De dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Pak u gewoon een parkeerplaats. Er zitten meerdere mensen in het voertuig. Ik vind het altijd eng bij deze meldingen. Ik zet mijn voertuig wel zo neer tot we daar meteen weg kunnen. Oftewel hier. Kut, dat werkt niet meer. Goeiedag. Hey. Een rijbewijs zien van u meneer. Nee, die gaat er door. Oh, die schiet. Wat, waarom kan ik niet? Handen omhoog. Omhoog die handen. Vuurlijnen collega. Attention, this is dispatch. We are code 4. Er zijn geen eenheden meer nodig. Nou, zij trok echt een zwaar wapen. Als zij had geschoten was ik dood geweest. Haar heb ik ook direct met een schot in het hoofd denk ik uitgeschakeld. Ondanks dat zij... ja, ik ben ook echt wel in mijn nek geloof ik geschoten hier. Door die piepo daar. Zij had geen kans om te schieten. Ondanks dat het... verdachten zijn die flink zijn toegetakeld, hebben ze wel recht op zorg. En dus ook recht op een ambulance. Dus die laat ik komen. Civilian, we have multiple injuries and ja. Ambulance requested. Rushford Hill. Wacht er geduldig af. Mijn collega's zo te zien ongedeerd. Ik weet niet precies wat er nou gebeurde. Ik deed op dat menu openen van dat traffic police menu. Maar dan kun je je wapen dus niet pakken. En hij pakt dan zijn wapen. En dan zit ik helemaal van oh shit. En dan heb je hand op je schouder en dan ja dikke stress. Maar goed, we hadden redelijk snel ons vuurwapen. Normaal als ik een vuurwapen probeer te pakken wil ik al te snel schieten en dan sla ik altijd nog eerst. Dat had ik nu geloof ik niet, dus dat is ook wel fijn. Vijf reten. Wow. Dankjewel. Just a shame. Appreciate it. Ga jij nog, is dit nou weer? Moet je weer naar mij? Oh. Ik wil net zeggen, ga jij nog kijken bij die vrouw? Hij is in ieder geval dood.
snap ik. Ah, not again. Maar zij zal helemaal dood zijn. Ik zal nog eens kijken. Nee, ik wil zeggen, er is even kijken of we een schotwond zien. Maar die was geloof ik echt gewoon in het hoofd hoor, of haar. Graven rondnemen komt deze kant op. Jezus Christus, dat kan toch alleen maar fout gaan, mensen. Ik snap niet dat die begrafenisonderneming niet komt. Ja, nu snap ik het wel dat hij niet komt, want ja, nu komt hij. Daar is hij. Ja, ik kan niet zomaar mijn slachtoffers hier, of mijn dode lichamen hier laten liggen. Die gasten zijn flink aan het racen met z'n tweetjes. Nou, ik moet die auto ook nog... takelen. Try walking, asshole. Collega, ik vind het nooit leuk als je achterin gaat zitten, dus kom anders even voor en zitten bij me. Gezellig. Kom je aan deze kant staan, stap ik hier. Komen ze daar nou weer? Ja, daar komen ze weer. Nu zijn ze wel voor mij. Nee, nee, nee. Doorrijden, 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 doorrijden. Rijd door! Eentje rijdt hier parallel. Is het daar voor ongeluk zo te zien? Daar staat hij. Kan hij mijn rijden zitten zien? Uitstappen. Hier komen. Ik ben aangehouden. Belachelijk krijgen, wacht je rijbewijs bij deze ook direct ingevoerd. Je voertuig, ja, die gaat worden afgesleept, maar die heb ik ook bij deze ingevorderd. Ik ga je fouilleren, heb je dingen bij niet bij mag hebben. Zakmes nog. Wat er gaat gebeuren, ik ga je meenemen naar het politiebureau samen met mijn collega. Daar ga je worden voorgeleid voor de hulpofficier van justitie. Die gaat allemaal kijken of jouw aanhouding hou je mond is, man. Waarom kan ik hem nou niet gewoon vastpakken? Kijken of de aanhouding rechtmatig is en bla bla bla. Dan komt de recherche nog even praten. Want die wil graag weten, net zoals ik, wie jouw vriend was die met jou was aan het racen. Zitten. What the fuck, dude? Takelwaggel. Hoi. Kom in mij. Dichtstbijzijnde. Cellencomplex. Ik zie jullie zo meteen, want zoals jullie ziet. Zien, zoals jullie zien. Het is druk. Dus het gaat wel even duren. En dan kunnen we wel de hele video vol maken met in de file hier staan. Of we gaan gewoon poef naar de volgende melding. Of in ieder geval naar het volgende shot. Dus dat doen we met een mooie beam zo meteen. Beam! En dat was de beam. We zijn er weer. Of ja, weer. We zijn bij het politiebureau. En we gaan door. We hebben nog steeds een raampje achterin kapot. Dus hopelijk blijft hij wel een beetje heel. Deze dienst nog. We gaan kijken wat de dienst ons nog verder gaat brengen. Waarom sta je daar en niet hier? Dat is vreemd. Kent ik check. Komt er niks uit, dan zal ik het laten voor wat het is. Ik ga het volgende kenteken voor je natrekken. 8,
Sierra, Foxtrot. Dan laten we het lekker voor wat het is. No, 1099, 18. We have a person carrying a knife in, Burton. Look, I'm gonna go jack off. I'll catch you later. Melding prio 1. Vermoed ik. Persoon loopt met een mes rond. Bedreigt mensen mogelijk. Collega en ik gaan die kant op. Gaan uitkijken naar de verdachte. Of we hem aantreffen en hoe het dan gaat verlopen. We've got a stabbing. Oh, er wordt gestoken. Ja. Alsjeblieft, prio 1. Stoppen, stoppen. Oeh, daar heb ik echt... Dan mag ik die handen meewerken. Mes wegtrappen. Dat ging maar net goed. Er kwam een melding. De meldkamer gaf meer informatie. Tot er op dat moment werd gestoken. We komen daar aan en we zien deze beste mevrouw op iemand afrennen en ook een steekbeweging maken. Daar staat het slachtoffer. Op het moment dat wij hier aankomen rijden wij haar gelukkig aan. Of dat was mijn bedoeling. Ik reed haar aan. Gelukkig de verdachte of het slachtoffer niet echt. Dus dat was mooi, waardoor zij viel en niet haar steekding kon afmaken. Ze had nog cannabis bij, is in beslag genomen. En we brengen haar naar het bureau. Maar ik denk dat dat een mooie daad was. Of dat dat een mooie actie was en goed is gelukt. En voor als je je afvraagt waarom ik nog steeds dat Rockstar Editor open. Dat links boven de map in beeld, nu niet hoor, maar de andere... continu eigenlijk wel als ik iets meemaak. Dat is omdat ik mijn intro een beetje van plan ben anders te doen. En ik ga eens kijken hoe dat eruit gaat zien. Dus jullie hebben de intro gezien met andere beelden dan normaal. Ik denk dat jullie dat wel gaver vinden. En ik hoop dat ik er iets van kan maken in ieder geval. We gaan nu even hier zo binnendoor via de spoedeisenhulp van dit ziekenhuis naar ons cellencomplex. Waar wij deze mevrouw weer droppen. En dan ga ik even weg, maar daar hebben jullie geen last van, want de deurbel zal zo wel gaan. Hier moet ik eten bestellen, maar omdat iemand even iets komt ophalen. En dan ga ik daarna gewoon verder waar ik ben gebleven. Maar dat is nogmaals voor jullie, dat is het fijne van filmpjes en van editen. Jullie hebben er allemaal geen last van. Want jullie zien mij direct weer terug, terwijl ik misschien pas een uur later weer opneem. Daar zijn we. We dragen gewoon lekker over naar de collega, we gaan niet... zoals we altijd doen hoor. Twee is dat. We gaan niet helemaal met hem mee naar binnen lopen. Waar, wat is dat dan? Dat is in dat politiebureau waar we vandaag de dienst zijn begonnen. Daar, daar ga je dan de kelder in. Daar kom je dan uit. Dan zet je er in een cel. Dan doe je je deur achter je dicht. En dan loop je weer weg. En dan span je weer zoals wij hier normaal spannen. Kunnen we ook wel een keer doen. Maar lijkt mij eerder dat dit leuker is. Of makkelijker is voor mij. En... ja, wederom wat nutteloze videominuten lijkt mij als we dat gaan doen. Zoals ik al zei, wij gaan even een bakje pleur doen hier binnen. En als de melding komt zien jullie ons wel weer. Tot zo. Nou, daar ben ik weer. We hebben geen meldingen meer gehad. Kan natuurlijk ook wel eens. Video is ook wel lang genoeg geweest. Leek mij zo. Dus toen ik achteraf was al begonnen met editen... toen ik was begonnen met editen, zag ik tot eigenlijk de video al bijna 25 minuten was. Ja, dan ga ik niet verder nog met mijn video. Dan vind ik 25 minuten zo genoeg. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik laat even weten of jullie het beenholster vetter vinden en leuk vinden. En wat jullie van de intro vonden. En dan zie ik jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn, ik weet het zelf ook nog niet. Dus een verrassing voor jullie en voor mij. Ik ga er eens wat verzinnen. Tot dan. Doei!